Doe mij eens even een willekeurige speelkaart in gedachten nemen. Oké. Okay. Net te moeilijk, hè? Oh, nee, oké. Okay. Nee. Neem maar een willekeurige speelkaart. Ja. Hestingen, de meeste no season, want dan weet ik het niet. Gaat het zo? Nou, maak het me wel erg moeilijk, Willem. Nou, let op. Let op. Nou, maar even hard en zon op deze afstand omdraaien. Even voor de mensen die de radio houden, pak je kaarten. Ik mag nog een beetje raar bewegen met de hoorn. Nee, dat was het perfect. Oh. Ik haal je de kaarten eruit. Hij haalt de kaarten eruit. En nou zou we zien, als je de goede kaart omdraait hebt. We gaan eerst zien, als ik een kaart omdraait hebt. Want ja, dan kan je denken dat je helemaal niks omdraait hebt. Maar door hebt in ieder geval een kaart omdraait. En het zo'n wonder wijze natuurlijk, oh, dat hard en zon is. Dat ken het. Nee, dat ken het, of het is trots tussen kaart. Zoek ik zei ze, letterlijk, kaart. Ja, letterlijk. Trots tussen. Trots tussen kaart. Let even op, jongens. Ja? En let je welk het is. Wij durven het bijna net te zeggen, maar het is hard en zon. Echt ongelooflijk! Ja! Mag ik je even complimenteren, want toen heeft dat niet, hè? Ik net, hè? Ik ben je zagzagereinig van, hè? Het is zo geweldig hoe stel je het niet hebt. Door het talent. Door het talent. Geweldig! Waar staat er nog in? Ik heb hier is het een koor? Ik heb hier een touwtje. Een koor? Ja, er zijn sommigen die denken dat het een koortje is, maar dat kennen natuurlijk ook net, want een koortje zingt. Ja. Oh. Maar het is een hele paar touwtjes, sorry, Michelle, want dat kerst met het touw en dat is echt onvoorstelbaar. De kerst staat de uiteinde nou, Helly, en hij is dus een touw zonder uiteinde. Dat is een heel raar gezicht. Dus wat doe ik? Ik pak de uiteinde en ik zet ze er weer aan, want hij is een touw zonder uiteinde. De kerst die ik trok knippen, Harry worst even zo knippen met de vingers. Ja, perfect. Dan is het wat touw, terwijl ik eerst in een touw hier. Ja? Ja, dan was dat heel goed. Ja. Elk touw is leuk te vertellen. Het in je midden en twee uiteinden. Ik heb dan ooit een touw zo met drie uiteinden. Ik wil nog even voor de luisteraars. Voor de luisteraars stuur nog even. Dat touw, dat is wiet en dat kan je ook zien aan de kleur. Ja, Harry. Ja, maar ik maak het de grapjes, hè. Maar eigenlijk heeft het wat touwen, hè. Ah, je moet ophoren. Dan moet je wijven. Nou, trek naar iemand uiteinden dan. Trek ze aan het kortste. Meester Dijksma, onderdeel van Vlieemsk. Ik vind het fantastisch.